Kijk eens wat ik hier heb staan voor je. Kijk, dat is een mooie wagen, Erik. 600 pk en 300 km per uur. Gaat het lukken, denk je? Ja, dat moet wel lukken vandaag. Hij rijdt heerlijk. Dit zijn de betere wagens, hoor. We mogen nog eventjes genieten. Ik moet eerlijk zeggen, je hebt een mooie auto geregeld. Dus dat is wel even lekker om zo de laatste kilometers 130 te mogen rijden. S'avonds kun je nog lekker 130 doorrijden. Dat scheelt dan toch wel weer een klein beetje. Een schrale troost, zullen we maar zeggen. Hoe is het voor een lid van de VVD-fractie om straks 100 te gaan rijden? Dat doet pijn, denk ik. Ja, ik denk dat heel veel mensen ervan houden om gewoon even lekker een stukje door te kunnen rijden waar dat kan. Maar het gaat wel kiezers kosten, Thierry. Toch een beetje de autopartij, de VVD. Ja, wij blijven de autopartij, wij blijven de vroom-vroom-partij. Nee, ik ken geen één kiezer van de VVD die zegt, nou jongens, zet die bouwvakkers maar thuis op de bank zonder baan. Want dan kan ik tenminste lekker auto blijven rijden. Het is toch jammer dat je dadelijk in je eigen auto weer moet stappen, hè? Ben je niet bang dat al die Thierry-stemmers straks op die andere Thierry gaan stemmen? Thierry Baudet? Nee, dat denk ik zeker niet. De VVD is ook een partij die ook in moeilijke tijden moeilijke maatregelen durft te nemen. Dit is zo'n moeilijke maatregel. Let je wel voor jezelf uit. Ja, ja, ja. Met 135 inmiddels. Was het niet veel makkelijker geweest als ze er gewoon stickertjes op hadden geplakt met een nulletje op die drie? Nou, het is hier wat ingewikkelder, heb ik me laten vertellen. Omdat je natuurlijk overdag 100 hebt en 's avonds 130. En het is al voor heel veel mensen lastig om te weten op welke snelweg, mag ik nou hoe hard. Dus ik geloof dat er nu twee borden komen. Eentje met 130 en eentje met 100. En dan met de tijdstippen erbij dat je het mag rijden. Kan je met deze auto kan je meer dan 300 km per uur rijden. Ja. En dan zit je hier straks met deze auto 100 km per uur te rijden. Ja, dat moet wel frustrerend zijn voor mensen die deze auto hebben. Ik heb hem helaas zelf niet. Het is toch een beetje toys for boys, zullen we maar zeggen. Wat doen we ermee? Verkocht? Ik zou het heel graag willen, maar er zit er financieel niet in, denk ik. Dan moet je het maar kunnen betalen als Kamerlid. Nee, zelfs Kamerleden kunnen deze auto niet betalen. Maar het is wel een mooie wagen.